mensen, welkom bij een nieuwe video op mijn kanaal. Ik ben Maxime en vandaag is het weer een nieuwe dag. En ik heb er super veel zin in. We zijn nog steeds in de Nürburgring bij het GT Sport World Tour Event. En ik ben super hyped. Vandaag gaat de 24 uur race beginnen van de Nürburgring, 24 uur. En wij gaan met een bus over het circuit. Dus hebben wij een toertje. Weer een leuk dagje. En ik ga alles weer delen met jullie. Dus let's go. We hebben hier zo een interview met de maker van de game. Dus wordt leuk. Ik kan allemaal leuke dingen met jullie bedenken. Zo, een kleine change of plans. We gaan nu met de shuttles. Of die shuttles. Ik weet niet welke shuttles. Maar we gaan met shuttles over het circuit heen. Dus dat wordt super awesome. En dan hebben we later nog het interview. Nu even tijd hiervoor. En dan kunnen we, als het goed is, straks ook nog zelfs naar de grid toe. Als de auto's klaar zijn om te starten. Dus eigenlijk is het allemaal helemaal top. We zijn er klaar voor. We gaan zo de baan op met de shuttles. Ik zit helaas niet voorin. Maar ik ga proberen om zoveel mogelijk shots te maken. Daar heb ik een GoPro voor in zitten. En ik zal binnenkort wel even zelf of met mijn broer terug gaan naar de Nürburgring. Want je kan gewoon zelf ook de track opgaan. Misschien dat ik wel een taxi ride boek. Dat we met een, niet een taxi, maar dan ga je weg met een dikke taxi. Een snelle auto over het circuit. Dus dat staat misschien ook een beetje op mijn planning. We hebben net de shuttle tour gehad, dat was echt super vet. Echt niet normaal hoe we die hoogteverschillen in het echt aanvoelen en alles. Je wordt helemaal de auto ingedrukt. En we gaan nu even de grid op, want die is open tot het publiek. En het is echt mega druk, dus dit is echt niet normaal, joh. Oké, we gaan de track op. Jongens, wat een drukte. Echt niet normaal. We zijn nu op de grid. Je kan hier als publiek gewoon komen en we staan bij de PlayStation en Gran Turismo auto. Het is mega druk, maar super vet om hier te zijn, dus wij zijn voor dit autootje, dikke dit autootje, gewoon een dikke M6.
zijn onderweg naar de start van de race. De tribune zat vol. Dus daar konden we niet in. En nu zijn we op zoek naar een ander plekje om de start te zien. Maar het begint echt bijna. Maar we zijn hier ergens. Hopelijk kunnen we hier wat zien. Zo, bij bocht 5 hebben we een plekje weten te vinden. Daar is bocht 1, dan komen ze zo, zo langs. En dan kunnen we toch nog wat zien van de stad. Zo, de Nations Cup is net na Praga die in de Nederlander heeft gewonnen. Hij heeft weer gewonnen, maar toch was heel close en lopen. De Spanjaard heeft de laatste ronde de race vergooid. Heel erg jammer, maar Praga was weer on point. Het licht is hier echt dramatisch, maar het is weer tijd om verder te gaan. We gaan nog naar een feestje. Maar de Nürburgring zit erop. We zijn op de locatie van de afterparty hierboven. Zie je de Gran Turismo booth? En we hebben hier een eigen privé soort tuin. En we zitten letterlijk naast het circuit. Dus dat is echt super vet. En dan wordt het nog vetter als het dadelijk donker is. Holy shit, man. Maar nu is het tijd om eventjes wat te eten. We gaan even wat eten. Next level. Ik had dit echt niet verwacht. Ik dacht dat we op die camping bij het tentje gingen zitten. We hebben gewoon een hele eigen plek. Het is echt... Nou, dit was mijn eerste 24 uur race, dus het leek ons een goed idee om tot de zonsopkomst op te blijven. We zijn nu in de pitstraat. We hebben net de podiumceremonie gezien en alles. En nu staan we nog bij de auto. Er wordt nog een hele uitleg gegeven met de motor. En we kunnen erin zitten en alles. Dus dat gebeurt hier achter me allemaal. Ik heb wat shots proberen te maken, maar het is zo druk. Sorry dat ik ook nog niet echt heb gepraat tegen de camera vandaag volgens mij. Ik heb maar shots gemaakt van mijn ervaring. En ik hoop dat jullie daarvan kunnen genieten, want ik kan niet de mic omdraaien en alles. Dus het was super tof om hier weer te zijn. En nu gaan we even lekker gezellig doen. Ja, ja.
Mensen, we zijn nu op het circuit. Je kan echt daar alles zien. Dit is echt niet normaal, joh. We zijn gewoon achter het hek op het circuit. Eventjes rond en lopen. En dit is gewoon echt niet normaal, joh. Zo, en dat was hem dan alweer voor vandaag. Ik hoop dat jullie het leuk vonden. Smash even dat blauw duimpje omhoog. En abonneer als je dat niet hebt gedaan. En dan zie ik jullie heel graag de volgende keer, jongens. Later.